Nee, ik heb zelfs wel eens de fantasie gehad, ik weet niet of je het vorige keer verteld hebt, dat mijn vriendin met de andere man naar bed zou gaan. Ik zou me opsluiten, ik zou het zien. Nee, niet op die manier. Ja, dan heb ik wel een probleem. Dat is zeker waar. Arjan, leuk je weer te ontmoeten. Heel leuk. De laatste keer dat we elkaar zagen, dat is niet eens zo heel lang geleden. Dat was in het museum. Ja, dat viel wel mee, hè? Ja. Het is een beetje awkward, maar wat de kijker niet weet, is dat... Ik kan wel zeggen, ik heb een tijd geprobeerd om bevriend te raken met jou. En dat was na het interview, voelde ik hem wel een band. En we hebben een tijdje heen en weer gemaild, wij twee. Weet je het nog? Ja, zeker. Dat is op een gegeven moment een beetje doodgebloed. Ja, ja, ik begon met één. Ik maak je zin maar af. En dat vond ik, dat ging ook in een tempo waarvan ik dacht van, nou, dat is misschien, het is goed zoals het is. Ik weet dat wij zagen elkaar in het Hilton. Volgens mij had ik toen net het bestand geschreven, we hadden een interview. En daarna had het over het leger. Dan hadden we aanknopingspunten. Ja, maar jij... En toen begon je over Feyenoord. En toen zei je ook van, nou, die ging verder beschermen. Je dacht echt van, ik zou fysiek worden aangevallen en jij ging mij beschermen. En gezien hoe jij, nou ja, jouw postuur, ook je tatoeages, alles, dacht ik, nou, dat kan hier wel. Ah. En het ontroerde me ook, want ik heb best wel een journalist die dan iets persoonlijks zegt, maar... Het was, ik dacht ook, je meende het. Dus er zat wel, ik bedoel, de klik was wel wederzijds. Hoor. Het was niet... Okay. En ik vroeg me ook af van, goh, wat jij dan in mij zag, klinkt meteen zo verliefd, zo bedoel ik helemaal niet, maar wat jij... Nou, misschien was het wel een soort van verliefdheid, maar niet op een seksuele manier. Nee. Maar wel dat je denkt van... Dat je graag bij iemand wil zijn of zoiets. Of dat je denkt van, ah, wacht, ik weet het. Ik las laatst iets dat je een partner moet kiezen op basis van hoe jij bent als je met die persoon bent. Oh ja. En ik denk dat mijn belofte was, denk ik, van als ik bij jou ben, ben ik gewoon misschien wel een persoon die je leuk vindt. Tof vind. Ja. Maar we zitten hier nu om een andere reden. Ik heb je niet in de val gelokt nu om je te... Nou, ik wilde wel zeggen, we moeten misschien nu toch eindelijk een keer... Nou, een biertje kunnen we niet meer drinken, maar een kopje koffie of een glaasje spaarwater. Goede mannen. Goede mannen. Ja, eigenlijk sluit het er wel op aan, hè? Zo. Nou. Het verhaal? Nee. Goede mannen. Ja, maar ik bedoel niet het verhaal, gewoon de titel. Goede mannen. Moet je goed zijn om goed bevriend met elkaar te zijn? Nee, helemaal niet. Maar, nee, laat maar. Over mannen. Ik vond het wel... Nee, het enige waar ik aan moest denken, wat ik wel vond, ik bedoel, we hadden het over Feyenoord, het leger. Dat zijn toch allemaal hele, voor mij, typisch mannelijke cultuur of subcultuur. Of... Voor mij ook. Ja. Dus het gaat er wel over een groepje mannen. En dat is ook wat ik fascinerend vond, inderdaad, hoe je daar bij het leger toch ook wel vrouwen hebt. Wat mij fascineerde ook heel lang aan het leger, misschien nog wel steeds. Ja. Dat het toch wel een macho cultuur heeft waar ik zelf heel erg buiten sta, maar die me ook fascineert en die ik soms ook herken op andere vlakken dan. Bij jezelf? Ja, ook bij mezelf. Ik bedoel, je kan op... Kijk, als ik een spelletje tafelvoetbal speel, wil ik ook wel winnen. Ik denk dat het genieten van competitie zit toch ook een beetje in de macho cultuur. Zeker, zeker. Maar als ik nu met jou over het boek ga praten, dan ga ik een soort poging wagen om met jou op een soort intellectueel vlak dit boek te bespreken. En dat kan ik helemaal niet. Dus ik heb vragen van tevoren opgeschreven. Ja? En die vragen zijn wel, daar is wel een relatie mee. Oké. Okay. En dat zijn stellingen. En ik dacht, misschien heb je zin die op te lezen. Ja. En dan vervolgens kunnen we dan daar een mooi gesprek. Een goede man is niet gehecht aan zijn echte naam. Ja, want de romanfiguur in Goede Mannen... Ah, leuk. Is het belangrijk? Jij woont in New York. Ja. Kijk, hoe stel jij jezelf voor? Arnon. Dan moet ik me spellen en dan gaat nog steeds zelf. Ik bedoel, hoe vaak krijg ik niet brieven nog van Arnold, Anton, Arno? Dus in het begin, ik weet nog wel in het begin... Komt dat dan echt erg? Of dat mijn achternaam werd verhaspeld. En dan schreef ik nog wel terug van nu heel soms doe ik het wel, maar laat ik het gewoon zitten. Dus ik denk dat er ontstaat wel een soort onthechtheid aan mijn eigen naam. Jeroen Pauw, die noemde jou... Even ging het mis, hè? Arnold Gromburg. Dit is het echte boek, Arnold Gromburg. Het heet Goede Mannen.
Ja, het gaat met... Weet je, mijn achternaam is op zoveel verschillende manieren uitgesproken. En ik bedoel, in Duitsland spreek je... Ik zeg altijd in Nederland Grunberg. Want we zijn niet hier in het Duitsstalig gebied. Dus we gaan niet op zo'n Duits uitspreken. Het is Grunberg. Eigenlijk is het in Duitsland... Het is natuurlijk een Duitse naam. Dus het is Grunberg. Nou ja, ja. Dus die acht... Ja, daar ben ik al helemaal onthecht aan. Dat is... Nee. Je hebt een haartje aan je buis. Als ik iets heb, moet je het ook zeggen. Dankjewel. Dat vind ik heel sympathiek. Is hij weg? Nee. Ja. Het is altijd ook een leuk moment in een restaurant. Als je iemand niet goed kent, moet je dan zeggen dat een stukje spinazie. Weet je wel? Heel. Maar oké, dit is einde. Next dus, one. Ja, volgende. Gaat goed. Een goede man is niet jaloers op zijn overspelige partner. Dat vind ik leuk. Kijk, je mag best jaloers zijn. Jaloers mag. Maar hoe ga je met jaloezie om? Ik denk dat je... Het ligt natuurlijk ook aan wat voor relatie je hebt en wat voor partner je hebt. Maar ik denk dat het wel... Kijk, kwaad worden heeft helemaal geen zin. Dingen gaan verbieden ook geen zin. Als iemand, dat weet je ook, als jouw vrouw vreemd gaat, ja, ik zou zeggen, het kan gebeuren. Ik kan zelf ook vreemd gaan. Op het moment dat ze het opbiegt of je komt erachter, ja, wat wil je? Wil je die relatie voortzetten? Is de reden om het uit te maken? Kom op, wat is je eerste primaire reactie? Ben je niet gekwetst in mannelijkheid? Dat je denkt, oh, kennelijk komt ze tekort. Of zoiets. Nee, heb ik. Nee, sorry, maar dat heb ik echt. Dat vind ik nee. Daar ben ik echt. Dat, nee, kom op. Wat? Ik heb zelfs wel eens de fantasie gehad. Ik weet niet of je het vorige keer verteld hebt. Dat mijn vriendin met een andere man naar bed zou gaan. Ik zou me opsluiten. Ik zou het zien. Dus ik vind. Nee, ik vind. Omgekeerd vind ik ook dat. Hoop ik ook dat als ik eens een keer vreemd ga, dat zij niet reageert van. Dit is het einde der tijden. Want het is zo belangrijk hoeft het helemaal niet te zijn. Dus je kan er best. Het is moeilijk, dat begrijp ik. Mm. Maar ik kan er best cool over zijn. Volgende. Ja. Een goede man wil een gezin stichten. Ja. Ja, heb ik wel. Heb ik een beetje gedaan, niet om te plagen, maar om te praten over... De relatie die jij nu met je zoon hebt. Ja, ik denk dat er inderdaad heel veel vormen... Kijk, tegenwoordig zijn natuurlijk al die samengestelde gezinnen... zijn heel veel vormen van gezin mogelijk. Ja. Ga je het nog doen? Niet op de manier. Ik heb geen zin om met z'n allen om voor de bank te gaan. Ik denk niet dat ik. Ik wil best een kind. Nou, iemand zei eens een keer: kijk, met één kind dan ben je gewoon een stel met een kind. Met twee kinderen ben je een gezin. Ja. En ik heb ook wel tegen mijn vriendin gezegd: ik vind een kind dat is prima, dat gaan we doen, maar we gaan niet gezinnetjes spelen. Je weet toch niet hoe het voelt? Nee, misschien dat weet ik. Zoals voelt het heerlijk? Ja. En dan zitten we over 4 jaar in deze auto en dan kom ik met zo'n ander van, dat kan. Maar ik denk wel, ik ben nu 47, kijk gewoon, huiselijk, ik kan me niet, ik vind, je moet, een kind is één ding, maar huiselijkheid is niet hetzelfde als een kind opvoeden. Je kan een kind ook opvoeden zonder klopt. Daar, toch? Ja. Dat vind ik echt die... Goeie. Ja. Of ben je bang dat je kind dan dezelfde soort boeken gaat schrijven over... Nee, kind, nee hoor. Over zijn ouders. Dat ja, mag je best doen. Ja. Daar ben ik ook niet zo bang voor. Ik zeg wel wat tegen mijn Peterkind. Ik bedoel, als het je niet bevalt, dan ga je hem over schrijven. Ja. Oké. De volgende. Oké, die plakt een beetje. Een goede man duldt geen enkel taboe in zijn seksleven. Ja, ik vind dat je wel open... Je hoeft niet alles te doen, maar je moet wel openstaan voor veel. Seksrabijn. Een seksrabijn. Ik vind dat je heel veel... Er is ook een seksoloog in Amerika. Ik ben even zijn naam kwijt. Die had ooit gezegd van, kijk, als je partner iets wil en jij hebt er geen zin in, prima. Maar dan moet je partner wel die mogelijkheid geven om dat bij iemand anders te zoeken. Of ergens anders. En je eigen perversiteiten? Nou, ik denk dat je ook niet zo bang moet zijn voor de van net als wat ik zei. Dat ik gewoon, ja, bijvoorbeeld ik wel eens de fantasie had om in de kast te gaan zitten. Terwijl mijn vriendin met de andere mannen gaat en ik dan zo kijk. Dat vind ik nog redelijk onschuldig. Nou, voor heel veel mensen is dat al een brug te ver. Die vinden dat echt heel... Die winterpeen binnen? Die winter. Geef ik dan te veel weg? Nee, helemaal niet. Er zit op een gegeven moment... Kijk, die man, dus de brandweerman, hoofdfiguur, zelfmoord van kind. Eigenlijk daardoor is zijn libido een beetje weg. En op een gegeven moment heeft hij ook moeite en erectie. En ik denk, nou ja, hij probeert seks te hebben met zijn vrouw in de keuken. En hij pakt een winterpeen en duwt eerst de winterpeen in haar vagina en dan in haar kont. En dat stelt ze niet helemaal prijs. En later wordt hij zelf ook gepenetreerd door een winterpeen. Andere vrouw doet dat. Ja, god, je kan... Er zijn zoveel dingen die je als seksspeeltje kan gebruiken. En een winterpeen... is nog een redelijk onschuldig iets om in jezelf te stoppen. Nou ja, tenzij je daarna weer in een centrifuge gooit. Ja, dat vonden heel veel mensen heel vies. Maar dat vond ik echt... Maar je kan,
Dat is die film van die Italiaanse regisseur met het Sodom. Ja, is het Sodom van Pasolini? Ja, Pasolini. De 120 dagen ja. van Sodom. Nou, laten we wel in kunnen gaan. Ja. Even hup in die kont en dan opdrinken. Ja. Een goede man laat zich nergens wegpesten. Ja, een boek. Ja, goed. Nee, dat is ja, een goede... Nee, Ben jij wel eens ergens weggegaan omdat je dacht van mensen hebben de pik op me? Nee. Behalve op het gymnasium? Nou, dat is niet de pik op me, maar echt de pik, ja. Nee, want je moet... Nee, een goede man laat zich naar nergens wegpesten omdat een goede man ervoor zorgt dat hij even aanvoelt dat je denkt, hey, van dit moet ik doen om niet gepest te worden. Of dat vind ik ook... Ook daar hebben we het bij het leger of bij andere projecten. Je komt ergens binnen, of een slachthuis ben ik ook geweest. Nou ja, een totaal andere wereld dan die van het schrijven. Ja. Maar je kan toch geaccepteerd worden als je respect hebt voor wat die mensen doen. Ja. Je eigen oordeel gewoon echt... In heel veel situaties zit niemand op je oordeel te wachten. Dus je mag een oordeel hebben, maar waarom moet je de anderen daarmee confronteren? En wees gewoon vriendelijk en geïnteresseerd. En ik denk dat je op heel veel plekken zo respect afdient. Als je de hele tijd van jezelf uitgaat en zegt, ik wil het over mijn wereld hebben, ja, dan zitten er heel veel verschillen. Ik was in een verpleeghuis de afgelopen 2 weken. Tussen jong dementen, dat gaat ook. Ja. Dat gaat prima. Dus eigenlijk, ik wil nog heel graag een keer, ik ben heel benieuwd, mijn volgend project is of 1, neonazies. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar volgens mij lukt me dat ook nog. Maar waarom wil je dat de hele tijd? Nou, omdat ik echt wel weet hoe die wereld in elkaar zit en wie die mensen zijn. En waarom heeft de ene mens dat meer en de ander minder? Die nieuwsgierigheid. Kijk, ik kan mezelf wel psych... Ja. Ik heb ooit gezegd, toen ik puber was, toen dacht ik echt, toen vond ik het leven heel moeilijk. Dat vinden alle pubers. En, maar op een of andere manier wil ik zeggen dat het bij mij dieper ging. Maar ik dacht echt van, hoe moet ik leven? Hoe moet ik dat in godsnaam doen? En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon kijken hoe andere mensen het doen. Pak er nog een alsjeblieft. Ja. Oh. Een goede man heeft geen last van schuldgevoelens. Ja, die schuld hebben we toch... Ik denk een combinatie. Echt schuldgevoelens, die moet je niet hebben. Maar je moet wel een soort van geweten nodig. En ik denk dat je... Als je niet weet wat schuld is, dan is het ook... Ja, dan ben je toch niet een sociopaat of een psychopaat. Of dan ben je... Dan kan het je eigenlijk niet schelen wat andere mensen van je denken. Dat kan me juist wel iets schelen. Nou, dat is ook de moeder van mijn peterkind toen... Ik had een jaar geleden had ik een project gedaan met een gezin met 4 kinderen, waar de vader niet was. Ik had een oproep gedaan in de Volkskrant van, als iemand nog een vervangvader zoekt, nou bel mij. Ja, bel weet mij. Ik nog wel, ja. Toen was ik een 10 dagen in Zutphen, bij een heel grappig gezin. Jezus. En toen zei ik, ja, maar ik vind het heel moeilijk, ik hou een beetje van die kinderen, ze houden niet van mij. Toen zei die moeder van Bertekin, ja, Arnold, jij kan nergens weggaan zonder dat de mensen een beetje van jou houden. Want als ze niet van jou houden, ben je helemaal niet tevreden. Hé! Hey. Toen dacht ik, oh ja, ja, dat is ook wel slim gezien. Dat je dus, ja... Ik wil eigenlijk ook... En sorry, wie zei dat? De moeder van mijn peterkind. Wauw! Dus, ja. En dat is wel zo, hè? Ja, een beetje wel. Eigenlijk zit dat, toen dacht ik, daar zit wel iets in. Of het nou bij het leger is of bij jong dementen. Ik bedoel, ik denk dat ik ook wel iets geef en ik geef ook iets. Maar het lijkt alsof ik weinig terugvraag en opeis. Want mensen hoeven helemaal niet naar mijn verhalen te luisteren. Maar ik wil stiekem wel dat ze een beetje van me houden. Slave to love. Dankjewel, Arno. Ja, bedankt. Je hebt zachte handen. Dankjewel. Zeggen mensen wel eens? Ja, dat zeggen mensen wel. Mensen zeggen vrouwen dat.